welkom bij weer een nieuwe shoplog van de Primark. En dan vooral sportkleding. Ik wil eens even laten zien wat ik allemaal heb gekocht en wat ik ervan vond. Ik heb nog niks gepast, dus dat ga ik ook meteen even doen in dit filmpje. We beginnen met het leukste. De lente komt eraan, dus we hebben gewoon weer super veel zin om te gaan sporten, trainen en lekkere kleding daarvoor te kopen. En ja, hier word je gewoon vrolijk van. Tadaa! Gym hair, don't care. De tekst van dit shirtje past trouwens ook wel bij mij. Want ik vind gewoon dat als je aan het trainen bent, dat je haar gewoon lekker moet zitten zoals het goed zit om te trainen. Ik ga verder. Een broek. Een lekkere frisse kleur. Grijs. Met een stiksel erin. Ja, ziet er goed uit. Heeft een ritje op de achterkant. Laten liggen. Pretty hair, don't care. Lijkt me een fijne, stevige BH, maar dat moet ik echt even aandoen om het verder te kunnen vertellen. En die was 7 euro. Deze sport-BH ga ik terugbrengen, want ik vond hem niet echt prettig als ik mijn arm omhoog deed, ging hij een beetje mee omhoog. Ziet er ook heel stevig uit, maar vooral superleuk. De band aan de achterkant. Lijkt me ook wel wat. Deze BH hou ik zeker wel. Hij zit echt super lekker strak. Je kan er echt super actief mee zijn, want hij blijft gewoon aan alle kanten goed zitten. En hij ziet er superleuk uit. Dit is gewoon super vet. Oké, let op. Hier staat er fashion. En dat doe je dus zo. Fashion. Blogger. Oh ja, ik moet er nog even bij vertellen. Voordat je op zoek gaat naar dit shirtje. Het hangt op de kinderafdeling. Ik loop natuurlijk ook veel rond op de kinderafdeling voor dingetjes te zoeken voor mijn dochter. Maar deze kwam ik tegen en die ging naar mij. Dus voor kinderen van 11 jaar. Het is niet alleen voor sporten handig, maar het is ook gewoon echt... zo handig voor onder een lang shirt met laarzen, superleuk, met gympen superleuk. Ja, dit is gewoon echt een must-have en ik denk dat elke keer dat ik in de Primark ben, koop ik er wel één. Ik weet niet waar ze heen gaan allemaal, maar ja, ik koop er echt altijd één en ik gebruik ze ook echt. Ik draag deze echt minimaal 1 keer per week draag ik ze ook. Nog een topje, die had ik ook al op de Instagram gezien, dus die ben ik ook echt gaan zoeken. Ernie op de achterkant. En echt zo'n sporttopje. Echt superleuk. Natuurlijk, om mijn shakes te maken, koop ik ook altijd leuke bekers. Dat vind ik ook altijd leuk voor de foto's op de blogs. En deze kwam ik dit keer tegen. Nog een leuk lang topje. Zou je eventueel ook kunnen gebruiken voor trainen. Maar ook gewoon normaal. Je kan het met van alles combineren. 10 euro. En dit is de tekst die erop staat. I don't need to talk. I've got dry eyes. Gewoon altijd nodig. Sokjes. En het zijn 5 paar
voor 3 euro. Nou, die moet je echt meenemen. Die kan je niet laten liggen. Die heb je nodig. Oh ja, en ik ging met een vriendin naar de Primark. En die vertelde dus dat je deze sokken kwijtraakt in de wasmachine. Dus ik zei, ja, hahaha, ik raak ze ook weer kwijt in de wasmachine. Oftewel, ik vind ze gewoon nooit. Nee, zei dat je ze echt kan kwijtraken via iets in de wasmachine. Echt serieus. Dus daar gaan ze heen. Ja, het is omdat het zo'n heel klein sokje is. En dat wordt dan heel klein in de was. En dan, ja, misschien kan het dan ergens in een soort afvoer... kiertje of zo gaan. Het zal wel. In ieder geval, ik heb weer nieuwe sokken. Dit heb je echt altijd nodig als je gaat sporten. Als je het niet bij je hebt, word je gek. Echt waar. Tadaa. Elastiekjes. Een hele berg voor 1,50. Sport BH. Geen vulling of dingen, dus daardoor misschien niet bij iedereen in trek. Ik weet ook niet of die heel stevig is, maar ik ga het uitproberen. En de achterkant vond ik vooral heel leuk, dit. Ja, ik vind het echt heel leuk. Kan je ook gewoon nog in de zomer als normaal topje aan, als je buik daar inmiddels genoeg voor getraind is. 5 euro! Hij blijkt nog lekker te zitten ook, dus wel een topdingetje voor 5 euro. Super cool. 3 euro. Ja, mijn vrienden die kennen me niet anders. Die weten het inmiddels wel van mij. Dat ik zo'n mogol ben die hier dus echt mee gaat lopen. En ik krijg even dat ding er niet af. Nou, ik zet hem wel even zo op. Echt van die staat grow up. En een vriendin van mij die zei tegen mij ooit... Je gaat echt niet met zo'n hartjespril lopen. Ik heb daar zo'n hekel aan. Nou, en sindsdien draag ik hem, hè. Ja, ik heb hem meteen gekocht. En ook altijd super handig om met van die afzakspijkerbroeken te dragen. Dat is super leuk voor de lente. 3 riempjes voor 4 euro. Die waren 19 euro. Nou, heeft niks met sporten te maken natuurlijk, maar... Leek me wel echt super leuk voor deze zomer. Nou, dat waren mijn Primark spullen. Thank you! Cadeaukaart van 30 euro. Deze geef ik weg. En om kans erop te maken, kijk even hieronder wat je moet doen. En ik hoop dat jullie naar jou toe.